Hoe staat het met die film dat je gaat maken? Mag ik daar al iets over zeggen? Nee, daar kan ik nog niks over zeggen. Er is een serie en er is een film in de maak, maar nee. Ja, deze serie, wat speel je juist? Ik speel Evi. En ik speel eigenlijk aan de zijde van Halina Rijn en Caris van Houten. Een politieagente die van alles is en van alles moet zijn, onder andere moeder. En die daar eigenlijk niet zo heel goed in is. Een reeks van vrouwen, met vrouwen. Zien we dat? Voelen we dat? Ja, ik vind dat je heel hard voelt dat die reeks een idee is. Dat dat voortspruit uit het brein van vrouwen. Want de vrouwen die je gaat zien, zijn niet eendimensionaal. Waarmee ik niet wil zeggen dat alle mannen die iets maken over een vrouw, dan een eendimensionale vrouw beschrijven of in een film zetten. Maar wat zo schoon is, vind ik, in de reeks, ze zijn inconsequent. Ze doen iets, maar tegelijkertijd willen ze tegenovergestelde. En dat is gewoon, dat is supermenselijk. En dat gaat zo in alle richtingen. En dat is ook fantastisch om te spelen. Want je moet niet één kleur spelen. Het is allemaal verschillende kleuren door elkaar. En dat is, ja, dat is zalig. Halina is eigenlijk al vrij veel prijzen aan het winnen. Is dat terecht? Want ja, ik kan natuurlijk niet echt vergelijken. Hè? Want er zijn 3 actrices. En wat maakt dan dat zij dat wint, denk je? Ja, wat we nu eigenlijk in Cannes Série gewonnen hebben, is de prijs voor de hele cast. Die prijs zegt ook, ja, dat gaat hier over een ensemble. Dat gaat hier over deze 3 vrouwen met dan de belangrijke bijrollen erbij. Dus dat was eigenlijk, vind ik het, ik was daar echt ontroerd door. Dat is eigenlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Dus ik heb het gevoel dat dat ook altijd van in het begin het opzet was. Niet om 1 vrouw eruit te tillen of zo, maar om echt 3 zo uiteenlopende verhalen te vertellen van zo 3 uiteenlopende vrouwen. En ik vind echt dat ze daarin geslaagd zijn.